De begeleiding en de geestelijke verzorging van militairen zijn in place bij het ministerie van Defensie. De artsen in het militair ziekenhuis beoordelen de geestelijke gezondheid van militairen en als het nodig is, worden zij verwezen naar psychologen of psychiaters. Minister Krishna Mathura zegt dat in de afgelopen 2 jaren Defensie 4 zelfmoordgevallen heeft gekend. De bewindsvrouw betreurt het laatste geval waarbij een militair vermoedelijk zijn 8-jarige dochter heeft vermoord en daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen. Ik weet dat het de samenleving geschokt heeft en ik betreur dit. Het is ook voor ons een hele grote schok. En wij gaan kijken wat we kunnen doen om bijvoorbeeld de families, want de dominee heeft bij ons al contact gemaakt met de familie, zowel van de militair als de ouders van de dochter. We condoleren en we wensen ze heel veel sterkte. Wat we zelf hebben gedaan, we hebben gekeken naar bijvoorbeeld hoeveel gevallen hebben we gehad. En in de afgelopen 2 jaren hebben we ongeveer 4 gevallen gehad van zelfmoord. We hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld het aantal gevallen van huiselijk geweld. We zijn bezig dat heel proces te evalueren en te kijken van hoe we de begeleiding kunnen verbeteren. Het is niet alleen een probleem van militairen, ik denk dat het een probleem is van de hele samenleving. Dat we mensen bewuster moeten maken dat geweld niet hoeft en dat geweld niet moet. En dat we niet alleen dat moeten zeggen, maar dat we mensen ook vaardigheden moeten aanleren hoe ze met hun emoties moeten omgaan. Dus de eerste is bewustwording, dat geldt voor de hele samenleving, maar misschien nog meer voor militairen. Dat ze bewust worden, dat het af te raden is, dat het niet moet. En het tweede is vaardigheden leren, hoe ze met emoties moeten omgaan. Dat gaan we meenemen in ons curriculum, in trainingen, in bewustwordingssessies de komende periode. En hopen we daarmee het te beperken. De bewindsvrouw zegt dat veel mensen binnen de gewapende machten het idee hebben dat ze zwak zijn als ze vragen naar psychische hulp. Die attitude moet achterwege gelaten worden. Mathura verzekert dat als personen van het leger om hulp vragen, zij die hulp wel krijgen. Dat moeten we promoten, dat mensen veel meer hulp gaan vragen. En het tweede waar ik echt aandacht op wil vestigen, is dat heel veel mensen zitten met problemen. Psychische problemen, emotionele problemen. En ze uiten het ook in bedreigingen of ik ga mezelf iets aandoen of ik ga dat doen. Ook in dit geval is dat geweest, denk ik. Wat ik hoorde hoor, in de media heb ik het. Maar dat de omgeving er lichtvaardig over denkt en dat die omgeving het ook bagatelliseert en die omgeving niet meteen daarop inspeelt. En ik denk dat we die bewustwording ook in die samenleving op gang moeten brengen. Dat als dit gebeurt in onze omgeving, het kan zijn vriend, kennis, collega, wat dan ook, dat we meteen hulp moeten zoeken. Wat dat betekent dat er iets mis is en dat die persoon hulp nodig heeft en dat we meteen actie ondernemen om die hulp te geven. Minister Krishna Mathura van Defensie. Ze geeft aan dat het normaal is om hulp te zoeken bij emotionele problemen. Ze benadrukt dat er genoeg deskundigen zijn die personen met emotionele problemen kunnen helpen.